Door klimaatverandering wordt het steeds heter in de stad. En eigenlijk zijn een aantal steden daar nog niet goed op voorbereid. Door de hittegolven die meer gaan optreden, zullen we eigenlijk maatregelen moeten treffen om met name kwetsbare groepen, zoals ouderen en kleine kinderen, beter te beschermen. Maar het ontwikkelen van een veerkrachtige stad, hoe doe je dit nou? Laten we dat eens vragen aan Arnoud Molenaar, Resilient Officer van de gemeente Rotterdam. Ja, kijk, een veerkrachtige stad is, wat ik eronder versta, een stad die goed weet om te gaan met veranderingen. En veranderingen dan kan je onder verstaan geleidelijke veranderingen, zoals klimaatverandering. Mm-hmm. Maar het kan ook zeg maar, een plotselinge gebeurtenis zijn, zoals een hittegolf of een overstroming. Kun je daar iets meer over vertellen? Want ik denk dat jullie een van de weinige gemeentes zijn die ons echt zo'n resilient strategie ook ontwikkeld hebben. Ja, je ziet dat als het gaat over de strategie zelf, dan hebben we het over verschillende thema's. Hè. Dus, en in ons geval hier in Rotterdam zal klimaatadaptatie altijd op onze agenda staan. We zijn nou eenmaal een deltastad, laag gelegen. Ja. Dus klimaatadaptatie is altijd het onderdeel van meer weerbaar en veerkrachtig willen worden. Maar ook het begrip cyber resilience zou je kunnen zeggen. Alle gemalen hier bijvoorbeeld, die draaien op software. Nou, en die kunnen misschien worden gehackt. Ja, ja. En dus zo zijn ook die onderwerpen allemaal met elkaar verbonden. Kun je ook aangeven waar je dan ook tegenaan loopt? Wat heeft de burger daar nou precies aan? Werken die mee? Van, hoe doe je dat? In deze plannen en in deze strategie heeft de burger natuurlijk een ontzettend belangrijke rol. Het gaat erom dat het voor de stad is. Het is voor de burger. Dus sowieso als het gaat over resultaten en maatregelen, ja, die vinden plaats in de stad. En dat zal ook iedereen merken, want het gaat bijvoorbeeld over vergroening van de stad. Mm-hmm. Het gaat over het aanleggen van waterpleinen. Zoals hier in Rotterdam hebben we er al geloof ik een stuk of 9. Ja, We hebben inmiddels geloof ik 400.000 vierkante meter groen dak aangelegd. Dus dat is echt zichtbaar en merkbaar. De stad zal steeds aantrekkelijker worden, maar ook meer adaptief. Hè? Climate resilient in het Engels zou je kunnen zeggen. Heb je daar ook voorbeelden van? Nou, we zitten hier natuurlijk niet voor niks op het dakpark. Want wat is hier aan de hand? Dit vangt regenwater op. Dit was eerst een rangeerterrein, ja. Moet je nagaan. Mm-hmm. En nu is het een park geworden met hieronder winkels. Maar het is ook nog eens een keer, heeft het te maken met waterveiligheid. Want aan die kant van het park, ja daar is het water met open verbinding met de zee. Okay. En dit geheel is ook nog een sterkere bescherming tegen het water vanuit de zee voor de wijken, zoals Bospolder Tussendijken. Ja. En als je nou kijkt naar de wateroverlast, droogte, kun je daar nog iets over vertellen? Nou, zeker als het gaat over zeg maar, wateroverlast, te veel water, dan is dit een belangrijk park. Want het werkt als een soort spons, zou je mm-hmm. kunnen zeggen. Maar in het geval van droogte is juist extra groen ook weer belangrijk. Want dat tempert de temperatuur in de stad. Dus hoe meer groen in de stad, hoe beter stadsklimaat je hebt. Ja, dus je krijgt ook een stukje verkoeling zeg maar, in deze omgeving. Ja, meer groen betekent verkoeling, maar betekent ook meer opvang van regenwater. Wil je meer weten over veerkrachtige steden? Lees dan ons laatste Urban Insight Report. Building Resilience, Being Young and Getting Older in a Hotter Europe.